Morning, everybody. This is your card for the 29th of June. Wow, it's nearly the end of June. Happy many returns to the people that have their birthday today. I'm Shah from Charlie's Angel Tarot on YouTube. And Mimi, excuse me, and Buddy Advice on Facebook. And this is the cards for today. Dit zijn de kaarten voor vandaag. Goedemorgen. Capricorn, Steenbok, jullie hebben de Vijf van Staven. You've got the Capricorn, you've got the Five of Staves, the Five of Fire. So today there might be a mock battle. It's a competition. You've got competition today. Okay, Steenbok, jullie hebben de Vijf van Staven. Dit is niet een echt gevecht, dat is meestal stoeien. So dat betekent competitie. Jullie hebben competitie om jullie heen. Okay, Waterman, Aquarius. Aquarius, you have the Magician. You've got all the talents around you and in you to make your dream or goal or wish come true. Okay, it's number one, so it's a new beginning. Waterman, jullie hebben de Magier. Jullie hebben alle talenten en gaves in je en om je heen om je doelen en je wensen waar te maken. Ga ervoor, het is ook nummer 1, zo een nieuw begin. Okay, Pisces. You've got the Tower. Visser, jullie hebben de toren. A tower means that there is a sudden unexpected change today. And when one door closes, 20 will open. Don't be afraid of the change. Welcome it in and see it as an adventure. Something was not built on proper foundations. Okay, Vissen, jullie hebben de toren. Een onverwachte verandering. Wees er niet bang van, want neem het als een avontuur. Als er iets wegvalt, dan maakt het meer ruim, maakt het ook weer ruimte voor nieuwe dingen. Okay, iets was niet gebouwd op goede fundering. Aries, Ram. Okay, you've got the Ten of Sea. You've got the Ten of Cups. Ram, jullie hebben de 10 van de zee. 10 van water. 10 van bekers. Happy families. Yes, there's an end of a phase and a new beginning because a 10 becomes a 1. So emotions are going to run really high in happiness and pleasure and playfulness. Happy families. Perhaps you might have received some money, or you might have had a raise at work or a promotion that will bring more money in and stability for the family. And that makes everybody joyful. Okay. Ram, jullie hebben de 10 van bekers, zoals ik al zei. Misschien heeft iemand een promotie gehad, of is er iets positiefs gebeurd waardoor je een gelukkige familie kan hebben. Misschien een promotie, een salarisverhoging, de loterij gewonnen, wie weet. Maar de familie is gelukkig en stabiel. Okay, Taurus, you've got the World. Perhaps you'd like to see it. You've got all the signs on, written on the stone. Fire, earth, air and water. Now the water is just there. Okay, it's lovely. And a bird is air. You've got the World, so there's an end of a phase, a new beginning. You might be moving home. You might be going on holiday. You've got the two pillars here that look like a number 11. It's usually a circle, the World, like the Atlas. But go through those two pillars. It represents number 11, a lucky number. The angels are number. And the angels are with you. Look for signs and also go through that portal. It's a new beginning. The World is also a new beginning. What comes up must come down. What goes round comes round. And that's why I always say this is the karma card with the Wheel of Fortune. If you've done good three times, if you've done good, it will come back to you threefold. Sorry.
That's it. Nou, Stier, jullie hebben de wereld. Hier wordt het niet uitgebeeld als een atlas of een wereldbal. Hier heb je de portaal, de engelennummer, nummer 11. En het ziet eruit altijd als een deuropening. Zo stap het door. Het betekent een nieuw begin. Je bent aan een einde aan de fase gekomen en je bent klaar voor het nieuwe begin. Je kan verhuizen, je kan op vakantie gaan. Wat rondgaat, komt rond. Wat naar boven gaat, moet ook weer naar beneden. Je hebt alle elementen in je. Je hebt alle talenten in je. Om voor dat nieuwe begin. Je bent er klaar voor. Als je slecht hebt gedaan, dan krijg je 3 fout terug. Heb je goed gedaan, dan krijg je het ook 3 fout terug. Dus het is een hele mooie kaart. Oké, nu over naar tweeling. Ik had toch ook gezegd, je kan verhuizen en op vakantie gaan. Nou, dat is ook een nieuw begin. Zeker verhuizing. En de vakantie, ja, daar ga je ontstressen, ga je relaxen. Zo, dat is ook weer een nieuw begin als je terugkomt. Nou, tweeling, wat hebben wij vandaag? Wij hebben de sea puppy. En dat is de knecht van water. Oké, you've got the sea puppy and Gemini. And that means the page of water. Some young person is going to bring you news. This could be a Cancer, a Scorpio or a Pisces. Jullie hebben de knecht van water, tweeling. En dat betekent dat een jong persoon die brengt nieuws naar je. Het kan ook nieuws zijn over liefde of over passie. Omdat het emoties is of zorg. Oké? En dit kan een kreeft zijn, een schorpioen of een vis. Cancer. Cancer. Kreeft. You've got the three of fire. Je hebt de 3 van vuur. De 3 van staven. Je ziet je boten binnenkomen, maar hier zie je geen boten. Hier zie je het dorp. Je bent thuis. Maar de 3 van staven betekent dat je plannen tot bevruchting komen. You've got the 3 of staves, Cancer. And that means your boats are coming in. You don't see the boats in this deck you see the village, home, your home, you've come home, your plans are coming to fruition today. Leo, you've got the 4 of cups. Leo, jullie hebben de 4 van bekers. Okay, you've got, might be sitting around bored, or you might be sitting around depressed. Or you might just be sitting around too much in your mind. You're not only focused on the 3 cups and you're not seeing any of us in front of you. Sorry about my voice. You might not see offers around you. So don't focus on one thing. Come out of your head and get into action and see what is around you on offer. Okay, Leo, jullie hebben de 4 van bekers. Je ziet alleen maar de 3 bekers. Misschien ben je depressief, misschien zit je te veel in je hoofd. Maar je bent niet gefocust om wat er om je heen gebeurt. Er is nog een beker hier dat je aangeboden wordt. Kijk wat de mogelijkheid is. Kom in actie, kom uit je hoofd en kom in actie en zie wat er om je heen gebeurt en wat de mogelijkheden zijn. Oké, Virgo, maagd. Maagd, Virgo. You've got the Empress. Jullie hebben de keizerin. The Empress stands for fertility, birth, growth, and blossoming and harvesting. If you've invested in something, then it might be harvest time today. Misschien, perhaps you might find out that you're pregnant or somebody else is pregnant. So that's a new beginning. And you might be finding out you've got that job that you applied for. That's also a new beginning. Maagd, jullie hebben de keizerin. Die staat voor vruchtbaarheid, geboorte, groei en bloei en oosten. Zo, dat betekent een nieuw begin of oosten. Misschien heb je geïnvesteerd en kan je vandaag je rendement halen. Misschien vind je uit dat je zwanger bent of iemand anders. Of een nieuwe baan. Ook een nieuw begin.
Weegschaal, Libra. Weegschaal, Libra. Libra, you've got the Ten of Sky. That's the Ten of Swords. Jullie, weegschaal, jullie hebben de 10 van zwaarden. Perhaps you feel that you are stabbed in your back. But don't worry. Sorry. Don't worry, because the end of the phase is here. A 10 becomes a 1. And a new beginning. You're ready for the new beginning, okay? Walk away from the negativity and start anew. Weegschaal, jullie hebben de 10 van zwaarden. Misschien voel je alsof je aangevallen bent door iemand of in de rug gestoken. Een 10 is een einde van een fase. Zo maak je geen zorgen. Je bent klaar voor het nieuwe begin, want een 10 wordt een 1. Oké? Scorpio, Scorpio. You've got the 2 of fire. Schorpioen, jullie hebben de 2 van staven. Welke keuze ga jij maken? Welke beslissing? Dat is jouw kaart voor vandaag. Misschien moet je ook nog wel balans vinden in je acties en je werk. Want de staven staan voor creativiteit en actie. You've got the 2 of staves. What decisions are you or choices are you making today, Scorpio? Because you have to make decisions or choices. And the staves are saying, they do stand for action and creativity. That is your card for today. And Sagittarius, Boogschutter. I'm sorry about my voice. I did so many videos yesterday. You've got the King of Cups. The King of Cups. Jullie hebben de koning van bekers. Okay. This is a lovely person as a dad. He's nurturing, he's caring, he's loving, he's passionate. And he knows how to keep his emotions in control. He's a good advisor and a good supporter. So you might be meeting, if this is not you, Cancer, you might have this in your chart. But if you're extra nurturing and loving today and taking care of somebody else, then it could be, if it's not you, it could be a Cancer, Scorpio or a Pisces. Jullie hebben de koning van bekers. So deze man, die kan je ook ontmoeten als dit niet jou bent, want het staat voor een vaderfiguur. Deze vaderfiguur die kan goed verzorgen, liefde en passie hebben. Hij kan zijn emoties onder controle houden en hij is een goede adviseur. Hij kan ook dus daardoor goed zorgen, goed luisteren. Misschien ben jij dit vandaag, maar als dit niet jou is, dan kan je zo iemand ontmoeten en dat is een kreeft, schorpioen of een vis. Okay, that was the cards for today. I hope you like it, guys, and I'll see you later. I have to finish the other 6 videos for today, and I've got to go out. Take care. Bye-bye.